Jullie zijn bij een nieuwe video. Vandaag is de Division Rivals Rewards. Voordat ik dacht heen ga. Hier. Weekend League komt eraan. Ik ga deze weekend geen Weekend League spelen. En volgend weekend waarschijnlijk ook niet. Omdat ik waarschijnlijk weg ga. Volgende week, zaterdag. Maar goed, dat is dat. Weekend League deze week niet vanwege het feit. Ik wil niet dat ik gerust word. Ik wil niet snel. Lekker spelen. En dan komt het wel goed. Verder. Dit is mijn team. Als die laat, ja goed. Verdediging staat prima. Alles in doel. Cancelo, Socrates, Laporte en Robertson. Verdedigers, of mijn verdediger middenvelders. Is Rodri, samen met Gavin, Wijnaldum en Madison. En twee spitsen zijn Lacazette en Jesus. We kunnen wel een paar informpjes. Cavani heeft gekregen uit een 2-place pack. Waar je objective doet in de seizoenen. Ik kan laten zien waar ik sta. Ik ben nu level 15. 28.000. Ik moet nog maar 2000 voor dit te hebben. En dan krijg je weer pakketjes. Dit krijg ik zo meteen vandaag al. En Dombele, bijna klaar. Alleen, ja, was een beetje lastig. Qua de bovenste. Scoort twee keer in drie aparte ruilverwinningen. Dus je moet minimaal twee keer scoren in de wedstrijd. Met League 1. Spelers. Alhoewel, ik Cavani. Dat scheelt wel weer, dus dat kan. En dan deze, 5 assist voor een standaard middenvelder. Dus, Wijnaldum komt uit als een center mid. Als je die gewoon blijft als center mid en geeft een assist, dan telt hij mee. Daar moet ik het 5 en dan heb ik hem en dan ben je. En mijn paar. Zit ik al op 31. Rivaal op 15. Ja, champions nog niet. Basis helemaal compleet. Voor de vest hier. Hele week 1. Tot en met goud klaar. Ik kreeg heel veel XP. En hieruit kreeg ik. Niet die. Oh, niet hier. Wacht. Kulote. Hier kreeg ik uit. Luke Cavani, twee stelsel goud spelerspakket. Ideaal. Dus dit jaar wel mijn geluk. Dat ik op een best nog veel walkouts kreeg. De Magic Matchups van UEFA kreeg ik Hummels en Umtiti. Umtiti was 60k. Dat was wel lekker. Nou, we gaan nu de Vies Ruivels pakketjes openen. Maken pakketjes. Alleen ik zit te twijfelen. Ja. Om deze te doen, 215k en een mega pakket of 32k. Een mega pakket is 8k. Ah oh nee, dit is de helft als het een beetje tegen zit. Dus ik ga optie 2 doen. Pakketjes, tradable. Rang 3 gehaald in divisie 5. Dat is op zich goed. Dit is het. Want Rogers zit nog steeds in het pakketjes. Ik heb wat aardig wat. Hier is de jongens. Je moet mensen investeren in wat je denkt dat komt. Een conditie items heb ik voor 550 gekocht. Of 550. Ik ga ervan uit dat het in de weekend league omhoog gaat. 500 hier. En dat ga ik proberen in te zetten als dat omhoog gaat. En ik ga het flink omhoog. Maak ik weer 30k of zo. Dat is prima. En dat probeer ik deze week vaker te doen.
Laten we kijken wat we krijgen. 215k en een megapakket. Het is iemand glimmend. Dus voor me niks. Vastkast. Laat eens bekijken hoeveel uit kan krijgen. Upamecano. Hij kan wel 1200 waard. Upamecano. 900. Oh, ik heb 1000 neer. 2200. Is hij nog op waard? Nee. Hey, Shirle. Ik zet hem 1000 neer. Ik zie wel wat hij verkocht. 32. Vierduizend. Ah, dat. Oh, dit kan duur zijn. Vind die. Oeh, ja, dat is. Dacht ik al. 4000. 4000. 4000. 6000 en half. 6,5. 7. Acht en half k dit. Acht en half k prima. Nog 24 k te doen. En dan hebben we in ieder geval die 32 k coins niet hoeven te doen. Dat scheelt. Laat eens kijken wie we uit krijgen. En het is weer glimmen. Als je iets hoort, dat zijn mijn katten. Weer niks. Matisse. Matisse. Is echt matig dit. Idrissi ook nog. Ach, als ineens 800 water, dus hou ik hem maar. Discard value. Dit waar ik ook maar even vanwege het feit dat het niks waard is. Ik wacht op de Nederlandse competitie. En hoeveel waard is dit? Dus we hebben nu 12k. Moet ik 12k of 20k uitkrijgen uit de megapakket? Lijkt onmogelijk. Mijn les. Dat is plus. Stalka 12,8. En de laatste pakket, de mega pakket. Als ik heel veel geluk heb, draag ik wat. Als niets. Het is. Niks, volgens mij. Bonaventura, 82. En Anatofits en Krakno, die kan wel waard zijn. Mensen die heel veel gebruiken. Al het al niet. 900, die hou ik wel even. Dat is nog meer duur. Hij is al wat waard. Want hij snel is als Beck. Bonaventura. Niks waard. Maar die wordt wel waard als AS Milan geïnterd wordt. Wat weer een paar dingetjes. Oh, dit is. Ongeveer heb ik 20k gekregen uit dit.
voor 20k. En jullie kritische items. Ongeveer 20k gekregen, waarom? Gaat er niet. Dus ja, en het volgende project is 15k pakketten. Dus dat is dat. We hebben al eentje verkocht. Kips. Mooi. Dus dat is dat. Team is natuurlijk bijna klaar voor. We kunnen nog een paar spelers kopen. We moeten nog 1200 points voor Weekend League. Trouwens, over een Weekend League gesproken. Er is één ding veranderd. Silver 1 is niet meer gegarandeerd. Kwalificatie. 1500 Champions Points. En de pakketjes zijn anders. Eén speel zelfs een goud spelers van 81 plus en één mega pakket. Vorig jaar was het 25k pakket en een mega pakket. Is het beter qua pakketjes? Dat kan. Ik denk het wel. Maar alleen die Food Champions Points is te negatief. Dat is al jaar, 2 jaar zo dat het van Silver 1 al gegarandeerd is voor de volgende Champions of van Wikinique. Nou, dat is er niet meer, helaas. Dus je moet goud 3 halen. Dus ja, als je wil automatisch bekalificeren. Dat is allemaal hetzelfde gebleven, man. Het is allemaal hetzelfde gebleven. Het is geen maandelijks trouwens, voor de mensen die het wel weten. Het is geen maandelijks. Ook al staat hij hier nog steeds. Dat was vorig jaar ook zo. Dus ja, Silver 1 niet meer gegarandeerd. Kwalificatie, dus standaard, helaas voor jou. Je moet naar goud 3 als je wil automatisch kwalificeren. Dus dit is mijn video. Dan zeg ik, vergeet niet te abonneren. Dan zeg ik altijd blijven lachen. Ciao, ciao.